NRC Handelsblad en NRC Next verhuizen toch naar Amsterdam. Eerder was al duidelijk dat de kranten uit Rotterdam Alexander zouden vertrekken. Maar toen was het plan om naar Den Haag te gaan. Nu hebben ze een ruimte gevonden aan het Rokin, in het centrum van de hoofdstad. Steeds meer vuurwerk dat Nederland binnenkomt, voldoet aan de eisen. Dit jaar kwam 16% niet door de keuring, zegt de inspectie van Vrom. De laatste jaren bleek gemiddeld 30% van het geïmporteerde vuurwerk niet te deugen. Inburgeraars die vier keer zonder goede reden wegblijven van hun cursus, krijgen van de gemeente Rotterdam een boete. Burgemeester en wethouders willen dat deze spijbelaars minstens 100 euro gaan betalen. Rotterdam betaalt voor de inburgeringscursussen en vindt daarom dat afhakers moeten worden gestraft. In deze tent zou gisteren het Dortse Kerstcircus Royaal opengaan met een galavoorstelling. Maar door tegenvallers was het circus niet op tijd klaar. Zo werd onder meer de circus tent in beslag genomen door de Belastingdienst. De organisatie hoopt dat de voorstelling morgen wel doorgaat.